Goedenavond, welkom bij de online ouderavond voor groep 7 en 8. Het thema van vanavond is een fantastische start van 2017. En het komende uur zullen we je tips geven over hoe je jouw kind kan helpen deze tweede helft van het schooljaar. Ik ben Rianne, ik werk sinds 2 jaar bij Skoola. En ik sta hier samen met Marleen van Bentum van het CITO, Willeke van Netal, leerkracht in groep 7, en mijn collega Tom van Beveren, die meer over Skoola zal vertellen. Daarnaast zitten achter de chat 6 van mijn collega's en 2 collega's van het CITO klaar om jullie vragen te beantwoorden. Dus mocht je een vraag hebben, stel hem via de chat. Dan zullen wij proberen zo snel mogelijk antwoord te geven. Zij zullen ook eventueel vragen naar ons door kunnen sturen, dus dan zullen we ze live behandelen. We kunnen ook polvragen aan jullie stellen. Dan kunnen jullie jullie input geven. En we kunnen misschien meteen wel even met een polvraag beginnen. Welk doel denk je dat de verplichte toetsen, zoals bijvoorbeeld de centrale eindtoets, maar ook de entreetoets en andere toetsen van het leerlingvolgsysteem hebben? A. Ze bepalen of mijn kind overgaat naar de volgende groep en ook zijn of haar middelbaar schooladvies. B. Ze meten de studievoortgang van mijn kind en het niveau van de school. C. Ze meten of mijn kind wat betreft kennis en sociale ontwikkeling meekomt met andere kinderen van dezelfde leeftijd. D. Ze hebben het doel om leerlingen te motiveren om harder te leren. En of E. Ik weet niet precies wat deze toetsen meten. Jullie antwoorden stromen zo langzamerhand binnen. Even kijken. Als je nog geen antwoord hebt gegeven, probeer dat dan. Niet via de chat overigens, maar via het polsysteem. Volgens mij hebben we ongeveer alle binnen. Ik zie dat sommige mensen zeggen, ze bepalen of mijn kind overgaat naar de volgende groep en ook zijn of haar middelbare schooladvies. En dan nog ietsje meer zeggen, ze meten de studievoortgang van mijn kind en het niveau van de school. Nou, dat is misschien wel meteen een mooi bruggetje naar jou, Marleen, want jij weet eigenlijk alles van deze toetsen en het CITO. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Hoi, ik ben Marleen van Bentum. Ik ben werkzaam bij het CITO, al bijna 9 jaar. Ik werk daar als productmanager voor het primair en speciaal onderwijs. En ik ga vandaag wat vertellen over de toetsen. En specifiek ook voor jullie als ouder van een kind in groep 7-8. Welke toetsen zijn er in groep 7-8? En welke rol hebben ze in het schooladvies? Ik heb zelf ook 2 dochters. 1 dochter in groep 7. En 1 dochter die net de overgang naar de middelbare school heeft gemaakt. Dus dat is ook wel leuk qua herkenning. Het verhaal van CITO begint bijna 50 jaar geleden. Bij psycholoog Adriaan de Groot. Hij bedacht dat het heel goed zou zijn als er ook een objectieve meting zou zijn over wat kinderen kennen en kunnen. Dus dat naast het advies van de juf of meester, die uiteraard heel belangrijk was, er ook een objectieve meting plaatsvond van het niveau van een kind. En eigenlijk dat principe, gelijke kansen voor iedereen en iedereen op dezelfde plek, of op de goede plek moet ik natuurlijk zeggen, is nog steeds de missie van waaruit CITO werkt. Wij vinden het belangrijk dat onze toetsen inzicht geven in wat kinderen kunnen, maar ook welke stap voor hen het beste is. Veel mensen kennen ons van de CITO-toets, maar we doen veel meer dan dat. We hebben ook toetsen voor het middelbaar onderwijs, maar ook voor het mbo, het hbo en we werken zelfs ook veel voor het bedrijfsleven. Bij CITO werken in Arnhem meer dan 500 mensen daar iedere dag met passie aan. Wat heel belangrijk is om te vermelden is dat toetsen nooit een doel op zich zijn. Toetsen zijn een middel om inzicht te krijgen in wat een kind kan. En wat een kind nog moeilijk vindt. En ze moeten nooit een doel op zich zijn. Dat vinden we heel belangrijk om te benadrukken. Het is dus ook niet nodig om heel zenuwachtig te worden voor toetsen. Of extra te oefenen voor toetsen. Het is natuurlijk heel goed om met oefenstof bezig te zijn. Maar specifiek oefenen voor toetsen is niet nodig. Toetsen gaan over wat jij hebt geleerd de afgelopen tijd. En zijn juist bedoeld om inzicht te krijgen in wat je nog moeilijk vindt. Dus het plaatje wat je hier ziet van een jongen die zegt de toets is er vooral voor de juf in de klas. Dat is eigenlijk heel erg waar. Het is geen examen. Een ander plaatje wat wij heel veel op social media bijvoorbeeld zien is dit plaatje. Allerlei aspecten die heel belangrijk zijn voor een kind en die wij niet meten. En nou, wat ik heel erg wil benadrukken is dat wij het hiermee eens zijn. Hè, dat wij geen een samenwerking of betrouwbaarheid of andere aspecten meten wil niet zeggen dat wij dat niet belangrijk vinden. Wij denken dat het belangrijk is dat je naar het complete beeld van het kind kijkt. En dat doet een school uiteraard ook. Dus als het niet in een CITO-toets zit, wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Nou, jullie hebben een zoon of dochter in groep 7 of 8. Dat is een spannende tijd. Een tijd waarin de afsluiting van de basisschool natuurlijk centraal staat. Waarin er ook voor het eerst nagedacht wordt over welk advies gaat deze leerling krijgen.
En welke basisschool kiezen of welke middelbare school kies ik straks voor mijn zoon of dochter uit? En daar hebben wij onlangs een leerlingraad voor gehouden. We hebben een groep van 25 kinderen uitgenodigd om op CITO te praten over wat doet deze tijd nou met je? Wat vind je van deze tijd? Vind je het leuk? Vind je het spannend? Heb je vragen? En je ziet hier een plaatje van een vraag die we aan kinderen hebben gesteld van als ik denk aan de middelbare school, dan denk ik vooral aan... Nou, je ziet heel duidelijk dat ze vooral spannend hebben ingegeven. Dus kinderen vinden het ook best spannend. En ik denk dat jullie dat thuis misschien ook wel herkennen. Als we het dan hebben over een schooladvies, hoe komt die eigenlijk tot stand? Nou, tot schooljaar 14-15, 2014-15, was vooral de eindtoets basisonderwijs had een hele belangrijke rol naast het advies van de juf of meester. Sinds schooljaar 14-15 is dat veranderd. Het advies van de basisschool is leidend geworden en bepaalt eigenlijk ook de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dus het voortgezet onderwijs moet ook uitgaan van het advies van de basisschool. De basisschool kent jouw zoon of dochter natuurlijk al heel erg lang. Het kind zit al 8 jaar op school en die kan echt een heel goed, compleet advies geven. Het schooladvies moet altijd voor 1 maart gegeven worden. En dat is dus voordat de eindtoets plaatsvindt. Dat is dus echt nieuw sinds een paar jaar. Welke rol spelen toetsen dan in een passend advies? Nou, vanuit CITO zijn daar meerdere toetsen in. We hebben de LVS-toetsen, de leerlingvolgsysteemtoetsen, voor groep 1 tot en met 8. En die gaan over de doorgaande ontwikkeling van een kind, de doorgaande lijn. Er zijn nog entreetoetsen voor groep 6 en 7, die het meest in groep 7 worden afgenomen. En die gaan over het complete beeld van de leerling en geven ook een advies voor de best passende brugklas. En tenslotte is er nog de eindtoets, die in groep 8 afgenomen wordt. En die geeft een onafhankelijk second opinion, waar het kind het beste tot zijn recht komt. Eigenlijk heel erg zoals ik net begon in mijn verhaaltje, waar Adriaan de Groot ook ooit mee begonnen was. En ik zal alle toetsen hier even kort toelichten. Als eerste de leerlingvolgsysteemtoetsen. Die ken je misschien vast wel van je zoon of dochter. Er zijn er een heleboel. Er zijn toetsen voor rekenen, wiskunde, woordenschat, spelling, begrijpend lezen. En ze hebben als doel om inzicht te geven in de vordering van het kind. En ze gaan aangeven waar heeft een kind nog moeite mee. Wat kan een kind al heel erg goed. Zodat uiteindelijk ieder kind onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past. Wat verder belangrijk is, is dat de LVS-toetsenmethoden onafhankelijk zijn. Het zijn dus andere toetsen als de toetsen die uw zoon of dochter misschien maakt in de klas, hè, de methodetoetsen. Want methodetoetsen gaan over lesstof die afgelopen tijd centraal heeft gestaan in de klas. Toetsen een kortere duur dus ook. En LVS-toetsen zijn veel overstijgende, gaan over een veel langere periode en gaan eigenlijk na of een kind het zich ook echt eigen heeft gemaakt. Of het kind de vaardigheden ook kan toepassen in andere situaties. Dus het kan best wel zijn dat je zoon of dochter op de methodetoetsen goed scoort, maar het vervolgens op de LVS-toets iets minder doet. Dat is heel goed mogelijk, omdat ze dus ook echt een ander doel hebben. De andere toets, de LVS-toetsen, die hebben bepaalde scores. Het ligt heel erg aan de school op welke manier ze communiceren met ouders over scores. Dat kan zijn dat ze een rapportage geven, een grafiek laten zien. Sommige scholen rapporteren er helemaal niet over. Er zijn ook scholen die bijvoorbeeld een A tot en met E of een 1 tot en met 5 op het rapport vermelden. We krijgen best wel vaak van ouders de vraag, wat betekent dat nou eigenlijk een A'tje of een 4'tje op het rapport? Nou, in deze tabel proberen we dat wat meer uit te leggen. Als je een toets hebt gemaakt, krijg je een score. Maar die score zegt op zich nog niet zoveel. Als je niet weet hoe andere kinderen de toets maken, weet je niet hoe jouw kind het ook heeft gemaakt. Dus wat wij altijd doen met toetsen en opgaven, is die voorleggen aan een hele grote populatie, een hele grote groep kinderen. En kijken hoe zij het allemaal doen op die toetsen en opgaven. Vervolgens groeperen we die kinderen. En bij A tot en met E hebben we dat feitelijk gedaan in 4 groepjes. 4 groepjes van 25%. Waarbij A de 25% hoogscorende kinderen zijn en D en E samen nog de 25% laagscorende kinderen. Als je dus een B scoort bijvoorbeeld bij rekenen wiskunde, betekent dat je hoort bij de kinderen die net boven het landelijk gemiddelde scoren. Het gemiddelde hier ligt dus ook precies tussen B en C in. Nou, omdat heel veel ouders of leerlingen en soms ook leerkrachten dachten dat een C de gemiddelde letter is, hè, van de 5 letters de 3e letter, dachten veel mensen ook dat dat een gemiddeld niveau was.
Omdat dat dus niet waar is, het is net ondergemiddeld, hebben we een nieuwe manier van groepjes maken bedacht. En dat zijn 5 gelijke groepjes van 20%. En dat zijn de 1 tot en met 5 groepjes. Dus als jij bijvoorbeeld een 1 scoort, dan hoor je bij de ver bovengemiddelde groep kinderen. Als jij een 4 scoort, dan hoor je bij de kinderen die onder het gemiddelde scoren. En hier zie je dat de categorie 3 ook precies de gemiddelde categorie is. Dus als jouw zoon of dochter een 3 scoort bij spelling, dan is die een gemiddelde leerling. Wat ook belangrijk is om te benadrukken, is dat het niet goed of fout is. Het is geen oordeel. Als jij een 4 scoort bij spelling, om het maar even zo door te trekken, wil dat niet zeggen dat dat altijd onvoldoende is of niet goed zou zijn. Want misschien heb je wel moeite met spelling en is dat prima voor jou. Het gaat vooral over dat je groeit in jouw ontwikkeling, dat je stappen maakt. En er zullen altijd kinderen zijn die ondergemiddeld scoren. Dus het is geen oordeel over de score van een kind. En het zou dus ook niet zo moeten zijn dat iedereen streeft naar een bovengemiddelde score. Nou, de volgende toets... Ik zie dat er een sheet hier is weggevallen. Want hier zou eigenlijk de entreetoets moeten komen. Dat klopt. Daar ben je ook veel mee bezig, volgens mij, met de entreetoets. Ja. Dus wellicht kun je er toch nog wat over vertellen uit je hoofd. Nou, de entreetoets wordt afgenomen vooral in groep 7. Hij is niet verplicht, overigens. Het is aan de school om te kiezen of ze die wel of niet afnemen. Er zijn scholen die dat fijn vinden. Er zijn ook scholen die dat niet doen. Dat is allemaal prima. De entreetoets is een toets die eigenlijk alle onderdelen combineert. Dus daar zitten opgaven van lezen, van rekenen en van taalverzorging door elkaar heen. Een beetje zoals dat ook in de eindtoets is. Dus het is wat dat betreft wel een goede voorbereiding op de eindtoets die in groep 8 afgenomen wordt. En verder geeft de entreetoets een uitspraak op de referentieniveaus. Misschien wel onbekend bij u als ouder. Het referentieniveau is eigenlijk het niveau dat alle kinderen zouden moeten behalen als ze van de basisschool afgaan om een goede overstap naar de middelbare school te kunnen maken. En de entreetoets geeft aan of je het referentieniveau wel of niet behaalt al. Dus dat is de andere toets. Ja, en dan heb je daarna nog... De eindtoets. De eindtoets is verplicht. Het is verplicht voor alle kinderen in groep 8 om een eindtoets te maken tussen 15 april en 15 mei in het schooljaar. Dat is dus na het gegeven advies van 1 maart. Het is overigens niet verplicht om de CITO-centrale eindtoets te maken. Er zijn meerdere toetsen toegelaten door het ministerie en de school mag kiezen welke toetsen afnemen. Nou, een van die toegelaten toetsen is de centrale eindtoets en die maakt Stichting CITO in opdracht van het ministerie. In die toets wordt gekeken van hoe goed kan een kind rekenen, lezen, spellen, etc. Wat heeft het kind eigenlijk in 8 jaar onderwijs opgepikt? En geeft ook een belangrijk second opinion over het advies, het brugklasadvies wat bij het kind past. Hoe komt het dan dat mensen toch het idee hebben, je zag dat ook heel veel dat antwoord weggegeven, dat dat eigenlijk het primaire doel is om het middelbare school, de middelbare school te bepalen? Ja, wat denk ik heel belangrijk is als je het hebt over het doel van een toets en überhaupt het doel van de overstap naar de middelbare, is dat een kind op de goede plek terechtkomt. Een kind heeft er niks aan om bijvoorbeeld kunstmatig een hoge eindtoetsscore te hebben en dan op een te hoog niveau geplaatst te worden. Want uiteindelijk zal het kind afstromen in het voortgezet onderwijs. En nog belangrijker, het zal helemaal niet prettig naar school gaan omdat het niveau misschien te hoog is. Dus volgens mij moet altijd het uitgangspunt zijn dat het kind op de goede plek terechtkomt. En dat kan de juf of meester in groep 8 heel goed bepalen, want die kent het kind heel goed. Maar het is wel fijn om daar ook inderdaad een onafhankelijk gegeven bij te hebben om te kijken van, nou, correspondeert dat nou met elkaar? Ja, en ook voor het zelfvertrouwen van het kind. Ja. Dat een kind kan wel degelijk sprongen maken zonder per se in de pieken te zitten van het beoordelingssysteem. Ja. Nou, wat is dan de rol van de eindtoets in het schooladvies? Want ik zei al, het is dus nieuw dat de eindtoets na het schooladvies komt. En is die dan nog wel belangrijk en hoe telt die dan mee in het schooladvies? Nou, het fungeert dus nu echt ook als second opinion, zoals het ooit bedoeld was. Is de score op de eindtoets nou hoger dan het advies wat je zoon of dochter gekregen heeft van de basisschool, dan is het verplicht voor de basisschool om te heroverwegen. En heroverwegen betekent dat je opnieuw gaat nadenken, oké, vind ik dit nog steeds het best passende advies? Met ouders in gesprek gaan daarover. Het is niet verplicht om bij te stellen. Dus als de school nog steeds vindt dat dit het beste advies is voor de leerling, dan is dat het advies wat telt en waar het kind ook op geplaatst wordt in het voortgezet onderwijs. Is je eindtoetsscore nou veel lager of lager dan het advies wat de basisschool gegeven heeft, dan blijft het advies van de basisschool staan.
En dit zijn denk ik wel goede vooruitgangen waarop de druk voor kinderen misschien iets minder is op de eindtoets. Het advies heb je al gekregen en het kan in principe ook niet meer lager zijn. Dus dat is ook misschien goed om aan je zoon of dochter aan te geven. Niet onnodig zenuwachtig maken. Je hoeft niet extra te trainen specifiek voor de eindtoets. Gewoon rustig laten zien wat jij kan. Nou, tenslotte Sito en Skoola. Wij zijn hier gasten in het online seminar van Skoola. Sito en Skoola werken samen. We hebben al 6 jaar een officieel partnership. En dat doen wij vanuit Sito vooral omdat we het belangrijk vinden dat als kinderen kennis willen maken met de vraagstelling zoals die in Sito-toetsen voorkomt, dat dat op een goede manier gebeurt. En dat dat ook echt met items en opgaven is zoals die bij Sito gemaakt worden. Daarom hebben wij speciale opgaven laten maken die nu in Skoola zitten en waarmee kinderen kunnen kennismaken met de vraagstelling. Nogmaals, het is dus niet nodig om echt te oefenen voor de toets. Dat is onnodig en zou ook alleen maar extra druk opleveren. Maar als je kind het fijn vindt om eens kennis te maken van hoe ziet zo'n toets er nou uit en hoe is zo'n meerkeuzevraag nou, dan is Skoola in dit geval een heel goed plan. Nou, dat waren mijn uitleg over de toetsen en het schooladvies. Heb je vragen, stel ze gerust. Ja, je kunt ze nu via de chat stellen, dan worden ze beantwoord. Mocht je dit seminar achteraf terugkijken, dan kun je altijd contact opnemen met Sito. Dan zullen zij proberen jouw vraag te beantwoorden. Dan gaan we naar de tips van Willeke. Willeke Netel is, zoals ik zei, leerkracht in groep 7. Heeft ook ervaring in groep 8. Zij vertelde dat veel voorkomende problemen bij kinderen in groep 7 en 8 zijn begrijpend lezen en rekenen. Dat zijn wel vaak de pijnpunten voor kinderen in die klasse. Daarom heeft ze zich daar op gefocust. Het is wel leuk om weer even een polvraag erin te gooien. Zodat we ook een beetje weten wat jullie mening is. De polvraag is, indien je kind moeite heeft met een vak op school, wat vind je dan het grootste obstakel bij het helpen? A. Mijn kind is moeilijk te motiveren om na school nog iets met de lesstof te doen. B. De methodes van nu op school zijn anders dan wat ik heb geleerd, wat lastig is om het uit te leggen. Mijn kind wil niet geholpen worden door mij, is C. D. Ik merk dat thuis oefenen met de lesstof er vaak bij inschiet. Of E, mijn kind heeft nergens moeite mee of ik vind het niets lastig bij het helpen. Even kijken, de antwoorden stromen rustig binnen. Als je nog geen antwoord hebt gegeven, doe dat dan nog eventjes. Even kijken. We zien dat er het vaakste wordt gezegd, mijn kind is moeilijk te motiveren om na school nog iets met de lesstof te doen. En ook wel wordt er gezegd dat er andere methodes zijn, wat het lastig maakt om het uit te leggen. Willeke, ik hoop dat jij hier antwoord op kan geven. Ja, ik hoop het ook. Nou, hi, ik ben Willeke. Momenteel leerkracht van groep 7. Vorig jaar ook groep 8 gedaan. En ik sta nu zo'n 9 jaar voor de klas. En ik ga ook nog heel even een klein stukje inhaken op wat er net al verteld werd over de CITO. Dus als ik de volgende sheet zou mogen hebben, dan zien jullie wat ik vertel. Want in groep 7 en in groep 8 speelt beide inderdaad het voortgezet onderwijs een hele belangrijke rol. Maar naar welk niveau moet een leerling naar groep 8 gaan? Nou ja, het werd al verteld, de eigen leerkracht is heel belangrijk. Die kijkt namelijk naar de resultaten van de methodetoetsen, de niet-methodegebonden toetsen. Maar daarnaast ook naar de werkhouding van een leerling. Wat is een werkhouding tijdens het maken van een rekenles? Wat is de werkhouding tijdens drama? Maar ook wat is de huiswerkattitude? Levert een leerling regelmatig zijn huiswerk netjes in? Wordt dat goed gemaakt? Ja of nee? Al die kleine dingen tellen mee. Want het is nu eenmaal zo dat op het VMBO-T worden er andere dingen verwacht van een leerling dan op het VWO. Daarnaast kijken wij ook naar de CITO-toetsen. Dat is ook bij mij het geval. Op mijn school waar ik werk, wij kijken daar naar de scores van begrijpend lezen, naar de scores van rekenen, maar ook naar de scores die de kinderen behalen op de CITO-spellingtoetsen. Yes. Want wat zien wij, wat is er nu zo belangrijk bij begrijpend lezen en taal in het algemeen, dus ook spelling, is dat kinderen strategieën moeten kunnen toepassen. Want hoe pak je het lezen van een tekst aan? Op de middelbare school krijgen ze niet het vak begrijpend lezen, maar zijn ze bezig met aardrijkskunde, met geschiedenis. En daarbij moeten ze best goede teksten lezen, waarbij het handig is als ze daar de kern van het verhaal eruit kunnen halen.
willen ze dat kunnen doen, moeten ze weten wat zijn signaalwoorden. Ze moeten onderscheid kunnen maken tussen verschillende tekstsoorten. Is het een informatieve tekst of is het een betogende tekst? Hebben ze het hier over feiten of meningen? Al die kleine dingen zijn essentieel bij begrijpend lezen en taal. Yes, wil jij hem doorzetten naar de volgende? Dit was de tweede. Juist, ja. Precies. Want naast dat ze de teksten kunnen begrijpen, wordt er ook heel veel aandacht besteed aan de werkwoordspelling, maar ook zinsontleding. Waarbij we zien dat ze in groep 7 en in groep 8 dingen leren als wat zijn zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, nou, ga zo maar door, voegwoorden, lidwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden. Het is een hele lab. En om die nu zo structureel met de kinderen te oefenen, dat doen we in de klas heel veel. En ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen dat kinderen daar niet zo heel veel zin in hebben. Om dat thuis ook nog een keer met hele stencils die ze van ons meekrijgen nog eens extra te gaan oefenen. Dus hoe je dat zelf kunt doen, spelenderwijs, daar kom ik zo nog even op terug. Daarnaast zijn synoniemen ook heel belangrijk. Wil je goed kunnen begrijpend lezen, is het belangrijk dat je een grote woordenschat hebt. Een grote woordenschat is echt essentieel. En ook die kan je oefenen. Hoe kan je dat inderdaad doen? Allereerst is het belangrijk dat een kind veel leest, kilometers maken. Maar niet iedereen heeft daar zin in, ook dat snap ik. Maar heeft uw zoon of dochter nou bijvoorbeeld een jonger broertje of een zusje of past u wel eens op? Laat ze voorlezen. Sterker nog, ze vinden het vaak ook leuk om aan jou voor te lezen. Laat ze hun favoriete boek voorlezen en ga er lekker bij zitten. En vraag dan ook terug. Hey, wat heb je nu eigenlijk gelezen? Waar ging het over? Er was een woord bij, dat begreep ik niet helemaal. Leg die verantwoordelijkheid bij uw kind zelf neer. Komen ze moeilijke woorden tegen? Laat het ze zelf opzoeken. Ik merk in mijn klas dat de kinderen zo vaardig zijn met het opzoeken van dingen op internet, dat ze dus ook in staat zijn om moeilijke woorden zelf op te zoeken. Kom jij een moeilijk woord tegen? Ga het zelf niet opzoeken, maar laat uw zoon of dochter dat doen. Wat je daarmee alleen al creëert, is dat ze zich heel erg groot en stoer voelen. Want laten we eerlijk zijn, kinderen uit groep 7 en 8 willen graag groot en stoer gevonden worden. Ze vinden dat onwijs leuk om zelf dat te mogen doen. Dus geef ze een tablet of een laptop en laat ze het opzoeken. En laat ze het ook terugvertellen aan je. Want een woord snappen ze eigenlijk pas op het moment dat ze in staat zijn om het aan jou terug te vertellen. Als ze het alleen al voorlezen van nou, dit betekent het nog niet dat ze het snappen. Dus ze moeten het echt in hun eigen woorden kunnen terugvertellen. Nou, daarnaast kan je de woordenschat ook nog vergroten. Niet alleen dus door het ze te laten opzoeken, maar door zelf ook verschillende woorden te gebruiken voor eenzelfde ding. Heb het bijvoorbeeld niet alleen maar over ik ga even naar de wc. Nee, maar gebruik ook bijvoorbeeld ik ga even naar het toilet. Het zijn hele kleine dingen die wij allemaal snappen dat het hetzelfde betekent, maar die voor hen nog niet standaard zijn. Dat het dezelfde begrippen hebben. Nou, nog meer voorbeelden. Juist. Wat heel belangrijk is bij begrijpend lezen is dat ze een grote wereldkennis hebben. Dat kunnen wij vertellen, dat kun jij vertellen. Maar daarnaast heb je het jeugdjournaal. In het jeugdjournaal worden hele actuele onderwerpen besproken, waarin ook nieuwe woorden worden uitgelegd, moeilijke woorden. En door de context gaan ze ook die moeilijke woorden weer begrijpen. Zo heb je ook de Kidsweekkrant. Daarbij lezen ze, komen ze moeilijke woorden tegen en ook die worden weer uitgelegd. Freek in het Wild, nu is dat niet voor iedereen geschikt, weet ik. Maar er zijn zeker wel kinderen die Freek in het Wild heel erg leuk vinden. En ook hij heeft weer hele leuke onderwerpen, moeilijke woorden. Dus ook weer alleen maar wereldkennis opdoen, woordenschat uitbreiden. Klokhuis is hetzelfde. Hele leuke onderwerpen, hele actuele onderwerpen. Soms wat minder actuele onderwerpen. Maar ook weer woorden die heel erg goed worden uitgelegd. Nou, dan is het heel erg leuk om te doen. Ik zei het daar straks al, kinderen in groep 7 en in groep 8 vinden het heel erg leuk om de dingen zelfstandig te mogen doen. Laat ze bijvoorbeeld in een vakantie of in het weekend, laat ze op de pagina van een bioscoop films uitzoeken en daarvan lezen van nou, waar gaat de film over? Oké, nou, ik weet waar de films over gaat en zij zullen dan argumenten moeten aandragen naar jullie toe waarom het leuk is, om gaaf is, om juist die film te gaan bekijken. Door op die manier leren ze samen te vatten, ze leren informatie op te zoeken. Dus ze zijn met verschillende dingen bezig.
Over die films uitzoeken, daar kom ik zo meteen nog even bij terug, want die kan je ook heel mooi toepassen om gelijk het rekenen weer te oefenen. Laat ze zelf een boodschappenlijstje maken. En waarom een boodschappenlijstje laten maken? Het is belangrijk dat ze, als ze de ingrediënten opschrijven, dat ze dat juist opschrijven. Want alleen dan kunnen ze het weer terugzoeken in de winkel. Heel veel kinderen in groep 7 en 8, ook weer heeft weer met die zelfstandigheid te maken, vinden het heel erg leuk om ook voor jou te koken. Ik zeg, neem er te van. Laat ze een receptenboek maken met hun favoriete recepten erin. En vraag af en toe eens van, joh, wil je voor mij koken? Doordat ze het teruglezen, zijn ze weer bezig met begrijpend lezen. Wat moet ik nu eigenlijk doen? Ah, ik moet het zoveel minuten koken. Ik moet het zoveel minuten bakken. Blancheren. Heel veel verschillende woorden komen erin terug. Die ze niet gelijk zullen begrijpen. Maar omdat ze gemotiveerd zijn, omdat ze iets zelfstandig mogen doen, gaan ze dat opzoeken. Dus ook weer bezig met het uitbreiden van die woordenschat. Begrijpend lezen. Ja, en daarmee haal je ook eigenlijk een beetje weg dat je per se aan een methode vastgebonden bent. Precies, ja. Ja. En het is zo, kinderen vinden het nu eenmaal, ze zijn op school al zo druk met leren, met werken, met werkboekjes en heel veel inoefenen. En op deze manier zijn ze eigenlijk onbewust bezig met leren. En onbewust leren is heel erg leuk. En dan zijn ze gemotiveerd en dan gaan ze ook. Ja, het is toch een stuk anders dan met boekjes huiswerk zitten maken en als een verplichte activiteit zien. Ja. Ja, absoluut. Heb je nou vragen voor Willeke, maar ook voor Marleen? Stuur ze naar de chat, dan kunnen we ze eventueel nog live in de uitzending behandelen. Jij hebt verder nog rekenen op het programma staan. Ja. Ja, rekenen. Wat leren ze nu eigenlijk allemaal in groep 7 en 8 wat nieuw is in wat rekenen betreft? Ze zijn bezig met breuken, met procenten, kommagetallen. Daarnaast moeten ze oppervlaktes gaan berekenen, de inhoudsmaten berekenen. Er komen verhoudingen aan bod en ook de staardelingen komen weer aan bod. En vaak merken wij bij ouders is dat die staardelingen inderdaad wel lastig zijn. Want daarin worden verschillende manieren aangeboden en die staat zo meteen niet in de sheet, maar die wil ik wel meegeven, omdat die ook op de poll terugkwam. Is als je niet weet op welke manier er een bepaalde som wordt aangeleerd, vraag het aan je leerkracht. Want iedere methode die de verschillende scholen gebruiken, hanteren ook nog wel eens een andere methode. De uitkomst is natuurlijk altijd hetzelfde bij een staardeling of bij een deelsom. Maar de manier waarop is altijd anders. Dus ik kan hem hier gaan vertellen. Maar dat betekent niet dat dat ook daadwerkelijk de manier is waarop uw zoon of dochter dat juist leert. Dus denkt u dat, ja, ik wil dat toch wel graag weten. Stap morgen of overmorgen even langs het lokaal van uw zoon of dochter. En vraag even of dat de leerkracht mee wil geven. Sterker nog, ik denk dat als u het aan uw zoon of dochter vraagt, dan zij het u eigenlijk ook wel kunnen uitleggen. Ook dat is weer het stukje zelfstandigheid. Vraag aan hen, hoe doe je dat eigenlijk? Leer mij het eens. En je zult zien dat ze dan al gelijk weer gemotiveerder zijn om het onder de knie te krijgen. Want zij kunnen het dan wel en ja, jij niet. Ja, en dan heb ik daar ook nog heel veel tips voor. Ik kwam daar straks al bezig, begon ik al over het maken van het boodschappenlijstje. Als ze dat gedaan hebben, laat ze zelf ook die boodschappen doen. Sperziebonen afmeten. Ze moeten dus ongeveer schatten. Oké, hoeveel sperziebonen heb ik nodig? Hoeveel weegt dat? Klopt dat inderdaad? Wat gaat dat dan kosten? Hoeveel geld moet ik meenemen? Op die manier zijn ze ook weer bezig met rekenen. Ze moeten schatten hoeveel geld ze nodig hebben. Daarnaast moeten ze bij de kassa zorgen dat ze het juiste geldbedrag mee terugkrijgen. Nou, vervolgens hebben ze die boodschappen voor u gedaan en ze kunnen nu gaan koken. U kunt dat natuurlijk samen doen, de eerste paar keer zou ik dat zeker doen. Maar daarna, als u ziet, hey, ze hebben het onder de knie, laat lekker voor u koken. Laat hen bedenken van oké, hoeveel ingrediënten heb ik nodig? Hoeveel gram van dit? Hoeveel gram van dat? Hoe lang moet het? Grammen afmeten, ze zijn weer bezig met de maten en gewichten. Hoe lang moet het gekookt worden? Ze zijn bezig met tijd. Want hoe laat is het nu? En hoe laat is het als het 20 minuten later is? En het moet 20 minuten koken. Dan zijn ze weer bezig met klok, digitale tijd, analoge tijd. Nou, die klok is ook belangrijk bij het uitzoeken van de film. Want hoe laat begint die film nu eigenlijk? En hoe laat moeten we dan weg? Want we moeten ook nog een stuk rijden. Als je bezig bent met, hoe laat moeten we weg? Dan heb je weer de digitale tijd, de analoge tijd. Laat ze ook bedenken, oké, hoeveel geld hebben we nodig om mee te nemen? We moeten kaartjes kopen.
We willen misschien nog wat drinken, we willen wat popcorn. Ook op die manier zijn ze spelenderwijs weer bezig met geld rekenen, met tijden. En zijn ze ondertussen aan het leren. Of natuurlijk niet iedere week naar de film. Het gaat om het principe. Tijdens de vakanties, of misschien al met het uitzoeken van vakanties, kun je kijken van oké, hoe ver is het vliegen? Oké, en als het dan zover vliegen is, hoe lang zijn we dan daadwerkelijk onderweg? Heb je te maken met tijdsverschil? Als je te maken hebt met tijdsverschil, hoe werkt dat dan? Ga dat eens uitzoeken. Hoeveel bagage mag je eigenlijk meenemen? Hoeveel kilo is dat? En ga eens schatten hoeveel kilo jij mee denkt te nemen. Bij heel veel maatschappijen is het zo dat je extra moet bijbetalen. Als je per kilo zoveel moet extra bijbetalen, hoeveel komt dat dan voor jou neer? Nou, misschien hebben papa of mama juist wel vaak meer mee dat ze meenemen. Moeten zij dan meer of minder betalen? Hoe staat het in verhouding tot elkaar? Dus ook op die manier ben je weer bezig met geld rekenen, schatten. Wat zo belangrijk is in die lesstof van groep 7 en 8. Nou, dan heb ik nog een keer extra tijden erbij neergezet. Want ik gaf aan, je hoeft niet iedere week natuurlijk naar de bioscoop met ze te gaan. Maar gebruik de tv-gids. Niet per se de papieren tv-gids, kan ook via de app. Ik wil graag een programma kijken. Zou jij voor mij willen kijken hoe laat het begint? En hoe lang hebben we dan nog om te eten? Ook op die manier kan je daarmee kijken. En als dat programma is afgelopen, hoe laat is het dan? En hoe lang heb ik dan nog de tijd om iets op te ruimen voordat een ander programma weer begint? Hé, dat programma, waar gaat dat eigenlijk over? Kan jij mij dat terugvertellen? Dan zijn ze weer bezig met begrijpend lezen. Dus je kan continu alles met elkaar integreren, wat heel erg leuk is. Ja, ik krijg hier, dankjewel voor je presentatie. Interessante voorbeelden. Ik denk dat het inderdaad laat zien dat je heel veel kan oefenen zonder dat je per se aan het huiswerk moet. Je kan heel veel verwerken in het dagelijkse leven. Je hoeft er niet per se voor te gaan zitten. Je kunt juist je kind een beetje uitdagen. En zodat het niet doorheeft dat het heel erg aan het leren is. Ja. Ik kreeg twee interessante vragen binnen. Deze ga ik aan jou stellen. Ik denk dat die voor jou bedoeld is, Marleen. Maar ik ga hem aan Willeke als leerkracht stellen. Joke zegt, mijn kind valt steeds wat lager uit op spelling en begrijpend lezen. Is het dan niet juist handig om wel te oefenen voor de CITO-toetsen? Ja, het is ook echt oefenen voor de CITO-toetsen is eigenlijk niet mogelijk. Want wat je daaraan gaat doen, vind ik hoor als leerkracht, je pretendeert daarmee dat het oefenen per se wil helpen. Wat veel belangrijker is dat een kind bewust is van de regels. Dus het leren, het oefenen van de regels en de strategieën die je toepast en de spellingsafspraken, die kan je oefenen. Die moet je sowieso, dat zijn we in de klas ook mee bezig. Maar het oefenen van de CITO aan zich, dat is eigenlijk niet mogelijk. Dat is daarnaast ook nog maar een momentopname. En wat wij als leerkracht veel liever zien, is dat ze een strategie of die spellingregel constant toepassen. Dus je kan beter dat inoefenen en dat blijven oefenen, dan dat je oefent op specifiek die CITO. Wat ik wel vind, is dat de vraagstelling van CITO, die kan je wel oefenen. Als het is dat ze wat lager scoren omdat ze schrikken van de rare vraagstelling. Want de vraagstelling van een CITO-toets is inderdaad wel heel anders dan de toetsen die ze krijgen van de methodetoetsen. Bij methodetoetsen wordt eigenlijk in 5 weken bijvoorbeeld worden continu dezelfde dingen aangeboden. En die worden dan alleen getoetst. En een CITO-toets, die toetst wat ze heel, ja, wat jij eigenlijk net al zei, wat vanaf groep 3 tot aan groep 7 bijvoorbeeld of groep 8 al geleerd is. Dus dat wordt steeds uitgebreider, waardoor je die vragen door elkaar heen krijgt. Dus ik zou zeker ook met deze vraag ook naar je eigen leerkracht toe gaan en het met haar bespreken van, is dit iets wat nog extra ingeoefend moet worden? Of is het dat het een spellingregel is of een strategie is? Of is het de vraagstelling waar ze de fouten in maken? Want dat bepaalt wel heel erg waar je op gaat oefenen en waar je mee aan de slag gaat. Ja, dus. En het is denk ik ook wel belangrijk wat jij net ook al zei, dat uiteindelijk is de leerkracht nu belangrijker in het advies. Dus wanneer de leerkracht ziet dat je kind het wel kan, maar de CITO-toets iets lager uitvalt, geldt het advies van de leerkracht alsnog, absoluut. Begreep ik.
Ja, en daarnaast is toetscoren natuurlijk maar een deel van de puzzel van het hele advies. Hè? De leerkracht kijkt, zoals al gezegd, naar zoveel meer, gelukkig ook. Ja. Een kind is zoveel meer dan een toetsuitslag. Dus, ja. Dus jij sluit je wel redelijk aan bij... Ja, niet oefenen specifiek voor de toets, maar oefenen met lesstof is natuurlijk prima. En het is heel erg aan ouders op welke manier dat ook nog thuis doet en in welke mate. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Nou, waar we ook naar kijken is, wat zijn de omstandigheden waarin een leerling de toets maakt? Ik heb wel eens gehad dat een leerling bijvoorbeeld compleet dichtsloeg tijdens het maken van het CITO-toets en die onvoldoende scoort. Kijk je dan naar die onvoldoende of kijk je dan naar wat had deze leerling kunnen doen op het moment dat ze wel lekker in de vel zat? Want dat is veel belangrijker. En dan kan er een school ook nog wel eens beslissen... We gaan er toch anders naar kijken. We laten het overdoen. Of we gaan kijken van, is het een moment? Ik loop zelf, als de kinderen een toets maken, altijd door de klas. En ik kijk goed van, hey, ik zie een leerling die niet vooruit komt. Die zit al even naar die vraag te staren. Van, hoe komt dat? En dan ga ik even één op één zitten van, hey, ik zie dat het niet gaat. Kan ik je helpen? Ja, ik zit niet zo lekker in, maar ik snap hem niet. Ik zeg maar, ik weet dat je het kan. Weet je, en sla hem anders even over, ga even verder met de rest. Er zijn zoveel factoren dat maakt dat een kind zijn toets goed maakt. Dat is veel belangrijker. Dus het is echt kijken naar het hele plaatje en niet alleen naar het cijfer wat eruit rolt, maar ook het hele proces wat er voor heeft gezorgd dat er dat cijfer uitkomt. Ja, dankjewel. En nog een vraag over, een beetje aansluitend wel op dit onderwerp over de CITO-toetsen en misschien moeilijker goed kunnen scoren. Ik krijg een vraag, welke aanpassingen zijn mogelijk voor kinderen die bijvoorbeeld dyslexie of autisme hebben? Ja, ten eerste zijn er bepaalde aangepaste versies voor kinderen met dyslexie of autisme of een andere stoornis of handicap. Daarnaast is het ook mogelijk dat de leerkracht bepaalt welke aanpassingen hij of zij in de toets doet. Dat vinden we heel erg aan de leerkracht. Uiteraard is het voor de vergelijking met de norm gegroepeerd belangrijk dat je het zoveel mogelijk op dezelfde manier doet. Maar goed, als een kind echt moeite heeft, is het heel erg aan de leerkracht om te na te gaan op welke manier dat kan. En zijn er ook vanuit CITO allerlei handreikingen waarin staat wat wel kan en wat niet kan. En daarnaast hebben wij papieren en digitale toetsen. En wat we ook heel erg merken is dat digitale toetsen voor sommige leerlingen prettiger zijn. Bijvoorbeeld voor leerlingen met concentratieproblemen, omdat ze met een koptelefoon op een toets kunnen maken, kan heel prettig zijn. Maar ook voor leerlingen met dyslexie, wat jij net noemde. Er zit audio-ondersteuning bijvoorbeeld in de toetsen voor rekenwiskunde. Dus ze kunnen op een oortje klikken waardoor de vraag voorgelezen wordt. Nou, dat kan heel erg helpen bij het maken van een toets als je een leesprobleem hebt. Maar goed, dat is altijd aan de leerkracht om te bepalen welke toets wordt afgenomen, welke versie, welke aanpassingen doe ik eventueel als het echt noodzakelijk is. En, dus ga vooral in overleg met de leerkracht van je zoon of dochter om daarover te sparren. Ja, lijkt me een heel goed advies inderdaad. Ik krijg nog een vraag binnen en deze is voor jou, Willeke. Dat is eigenlijk een ander probleem bij het huiswerk maken. Bij het maken van huiswerk is het belangrijk dat het kind zich goed kan concentreren. Hoe kan ik dit stimuleren, vraagt Erkran. Hoe kan je stimuleren dat een leerling geconcentreerd is? Nou, of kun je dat eigenlijk verwachten van een kind in groep 7 of 8? Hoe lang kan je verwachten dat hij zich zou concentreren? Na schooltijd thuis? Niet heel lang. Je moet eigenlijk wat je het beste kan doen is steeds korte momenten. Steeds even 10 minuten aan een kwartiertje. Want dat is nog behapbaar. Als je tegen je zoon of dochter gaat zeggen van je gaat nu een uur al je huiswerk zitten maken. Daar worden ze niet blij van. En als je zegt je gaat voor het eten of gelijk als je uit school komt even een kwartiertje doen. Daarna kan je weer spelen. Benoem dat ook voornamelijk. Van dit eerst, maar daarna volgt er dit. Dan heb je de ruimte om dit en dit te gaan doen. Dan is het ook behapbaar. Wat ook heel erg kan helpen is zodra ze het meekrijgen, het huiswerk, om dan al gelijk een gedeelte te maken. Vaak merk je dat die stof die ze meekrijgen is diezelfde dag al behandeld op school. En is het maken ervan ook makkelijker op dat moment, waardoor het inoefenen ook weer makkelijker gaat. Stellen ze het uit tot de dag voordat ze het in moeten leveren, ja, dan is het helemaal moeilijk, omdat ze het eigenlijk al continu hebben uitgesteld. En zodra ze het af hebben, benoem dat dan ook. Van, hey, heeft het goed gedaan, zie je, het was eigenlijk heel snel gedaan en top. Op het moment dat ze dat ervaren van, hey, het is leuk, ik ben er snel van af, dan wordt dat steeds makkelijker. Ik zou het stimuleren met cadeautjes of tv-tijd, et cetera, zou ik zo veel mogelijk beperken. Omdat ze dan uiteindelijk moet je er steeds meer tegenover stellen. Maar probeer het gewoon gelijk te doen. Hè? En probeer ook uit te leggen van, maar
Het is nodig. Hierdoor kan je er beter door worden. Nu is het ook nog makkelijker. Een kwartiertje nu, morgen een kwartiertje en dan is het klaar. Dus vaak geven wij ook niet zo heel veel huiswerk mee. Nee, dat zie je nog wat minder inderdaad op de basisschool. Het begint meer bij de middelbare school. Ja, de reden ook dat we het meegeven is om het oefenen ervan. Van hoe ga je met huiswerk om? Hoe plan je het in? Wij geven het alleen echt mee als we echt mee voor het daadwerkelijk oefenen. Als we denken dat het ook heel erg noodzakelijk is. En we geven het mee om het oefenen van de huiswerkattitude. Van oké, ik krijg het mee. Hoe plan ik dat in? Hoe doe ik dat? Combineer ik dat samen met al mijn andere buitenschoolse activiteiten. Voetbal, hockey, tennis. Met vrienden afspreken. Dus die combinatie, dat is een proces. En dat betekent niet dat als we dat in groep 7 en 8 meekrijgen, dat ze dat daardoor in de eerste gelijk vlekkeloos kunnen. Helaas niet, was dat maar zo. Maar dat is een proces waar ze doorheen moeten. Ja. Ja, en even een kritische vraag dan ook op de CITO-toetsen. Hoe lang moeten kinderen zich dan eigenlijk achter elkaar concentreren? Ja, dat ligt heel erg aan welke toets inderdaad. Er zijn meerdere toetsen natuurlijk. Een leerlingvolgsysteemtoets gaat bijvoorbeeld alleen over rekenen. Dus dan maak je 3 taken van rekenen, waarbij de taak iedere dag een andere taak is. Als je het hebt over de entreetoets, dan moet je weer wat meer dingen doen en zul je ook inderdaad wat langer moeten kunnen concentreren. Maar ook dat is een goede oefening voor, kan het kind dat ook richting de eindtoets straks, hè? Want dat gaat natuurlijk sowieso komen. Ja. Dus het ligt eraan welke toets. Ja, dus eigenlijk is het op een bepaalde manier fijn dat de entreetoets, als de school die afneemt bij kinderen, dat ze een klein beetje kunnen wennen aan dat moment van toetsing. Zo echt een soort generale repetitie voor de eindtoets. Ja, dus jullie zouden ook adviseren aan scholen om wel ook de entreetoets af te nemen. Begrijp ik dat goed? Wij vinden de entreetoets inderdaad een goede toets, omdat het een goede voorspelling geeft over het best passende brugklastype. We vinden het wel belangrijk dat de school zelf vanuit zijn eigen visie nadenkt van welke toetsen gebruik ik, hoe maak ik mijn schooladvies en wat gebruik ik daar dan ook in. Dus het is heel erg aan de school uiteraard, maar het is een goede toets om te gebruiken, absoluut. Ja. Ja. Oké. Nou, mocht je nog alsnog een vraag hebben aan Willeke of aan Marleen, dan kun je die nog steeds stellen. We zullen nu eventjes overgaan op Tom, mijn collega. Hij is UX-designer bij Skoola. En dat betekent dat hij vooral bezig is met het gebruiksvriendelijk maken van Skoola. Dat mensen op een makkelijke manier door Skoola heen kunnen gaan zonder dat ze veel tegenkomen wat moeilijk te snappen is. Dat mensen niet begrijpen waar ze op moeten klikken of waar ze welke quiz kunnen vinden. Zeg ik dat goed, Tom? Dat klopt helemaal. Tom die weet ook heel veel over het product zelf, Skoola zelf. Voordat hij in Skoola duikt met jullie, zal ik nog eventjes een polvraag tevoorschijn halen. Deze polvraag gaat over Skoola. Is Skoola bij jullie thuis ook een manier om de lesstof te herhalen? Antwoord A. Nee, mijn kind speelt Skoola vooral omdat hij of zij het leuk vindt. B. Ja, mijn kind speelt wel eens de vakken waar hij of zij moeite mee heeft om te oefenen. C. Ja, en dan ben ik ook actief bezig met het begeleiden van mijn kind in die vakken. Of D. Nee, dat is niet van toepassing of mijn kind heeft geen Skoola. Zo langzamerhand komen alle antwoorden binnen. Zorg ervoor dat je hem niet in het chatsysteem, maar echt in het pollsysteem beantwoordt. Volgens mij hebben we inmiddels... Ja, alle antwoorden binnen. De meeste mensen zeggen dat Skoola wel gebruikt wordt om ook vakken te oefenen waar hij of zij moeite mee heeft. Een klein deel is dan ook nog wel actief bezig om te helpen. We hoorden net ook dat veel mensen het best wel lastig vinden om hun kind te helpen. Dus misschien kun jij daar ook wat aandacht aan besteden, Tom, hoe ouders mede kunnen motiveren. Zeker. We gaan naar Skoola zelf. Ik hoop dat het werkt, want we hebben bij het testen wat problemen ermee gehad. Het lijkt te werken. Tom heeft een Skoola-account aangemaakt, speciaal voor dit seminar, van Lisa. En het is wel leuk om even een vraag die wij ook binnenkregen op onze customer support te beantwoorden. Even kijken, waar heb ik hem? Ja, dat was de vraag van Frederike. En die zei, mijn kind heeft moeite met rekenen, vooral met decimale getallen. Hoe kan hij dan op Skoola oefenen? Decimale getallen noemen wij op Skoola comma getallen. Kun jij daar antwoord op geven?
Ja, dat kan ik hopelijk. Goeie vraag. Dankjewel, Rianne. We zullen eens even kijken. Scoola biedt natuurlijk heel veel oefeningen, filmpjes en games en andere dingen waarmee uw kind thuis bij kan oefenen. Een van de dingen die we hebben zijn bijvoorbeeld een hele reeks filmpjes. Voor alle vakken op Scoola hebben we filmpjes beschikbaar. Nou, in dit geval decimalen, dus komma-getallen. Gaan we ze even op zoek. We hebben er best wel wat. Het zijn alle filmpjes die over rekenen gaan. En even kijken. Ja, komma-getallen. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een filmpje over komma-getallen. En hierin... Ik weet niet of hij hem gaat afspelen, maar dat is altijd even de er vraag, is in ieder geval een filmpje over te vinden. Ja, een leuk filmpje over komma-getallen. Daar kan uw kind bijvoorbeeld nog eventjes wat uitleg terughalen over hoe het precies werkt. Nou, dat is natuurlijk één onderdeel van Scoola. Een ander onderdeel van Scoola zijn de quizzen die kinderen kunnen spelen. Dus even kijken of we daar een goede quiz voor kunnen vinden. Nou, bij rekenen. En daar hebben we dan de grote getallen en komma-getallen. Komma-getallen, en dat is de quiz. Dan hebben we, in dit geval hebben we drie levels die allemaal vol zitten met vragen over komma-getallen. Dus dat is een perfecte manier om toch nog even te oefenen met verschillende vormen van die komma-getallen. Ja. Nou, dan hadden we het net bijvoorbeeld al over de motivatie. We hebben natuurlijk de content op Scoola. We hebben die quiz. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat een kind het leuk gaat vinden om het te spelen? Dat kan ik laten zien via het ouderaccount. Als ouder van een kind die op Scoola zit, heeft u zelf een ouderaccount. Daar kunt u altijd op inloggen. Dat ga ik in dit geval even doen. Hier heb ik dus mijn twee kinderen, Niels en in dit geval Lisa. Lisa kan ik bijvoorbeeld helpen door een doel in te stellen voor Lisa. Op de pagina van Lisa zelf, waar ik haar rapport terug kan vinden, kan ik ook een doel instellen voor mijn kind. En even voor de goede orde, hebben alle ouders op Scoola een ouderaccount? Ja, alle ouders op Scoola hebben een ouderaccount. Als u een kind heeft op Scoola, heeft u een ouderaccount. Dus als iemand denkt, nou, dit heb ik nog nooit gezien, dan moeten ze eventjes hun nickname en hun wachtwoord aanvragen. Ja, dat klopt. Ja. Via de manier waarop uw kind inlogt, kunt u zelf ook gewoon uw accountgegevens opvragen. Zodat u zelf ook kunt inloggen. Ja, goede punt. Goed punt inderdaad. Nou, wanneer u dan inderdaad in uw account bent, kunt u op de rapportpagina van uw kind kunt u ten alle tijde een doel instellen. Nou, in dit geval, ik hoorde net van Willeke dat 15 minuten een goede tijd is. Dus laten we zeggen 15 minuten rekenen voor Lisa. Nou, die stellen we in. En nu heeft Lisa 15 minuten rekenen als doel ingesteld gekregen van mij. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf is het natuurlijk wel fijn dat uw kind extra motivatie heeft om extra te gaan rekenen. Maar het is misschien ook wel leuk om natuurlijk Lisa zelf een berichtje te sturen over dat we graag willen dat ze met komma-getallen gaan oefenen. Dus laten we zeggen, hoi Lisa, het zou super zijn als je nog extra met zou oefenen. Ik weet dat je het kunt. Sinds kort hebben we ook de mogelijkheid gegeven om daar icoontjes aan toe te voegen. Dus in dit geval krijgt van Lisa van mij twee prijsbekers en een thumbs-up. Want ik heb er alle vertrouwen in. Nou, dan verzenden we het bericht naar Lisa. En nu heeft ze dus zowel een doel ingesteld gekregen als een leuk berichtje waarin we de vragen van, goh, kijk eens naar die komma-getallen, want dan hopelijk kunnen we daar wat beter in worden. Misschien praat ik voor mijn beurt, maar hoe ziet dat er dan voor Lisa uit? Hoe krijgt Lisa dat doel te weten? Of dat berichtje te lezen? Ja, nou, dat kan ik laten zien. Wanneer Lisa zelf inlogt op Scoola, dan krijgt ze gelijk eigenlijk dat doel te zien op haar scherm. Ze hebben onze
onze vriend de Q, die vertelt Lisa dat ze 15 minuten rekenen heeft. En daar staan gelijk al een paar suggesties van quizzen. Tegelijkertijd heeft Lisa een berichtje gekregen. En dat is het berichtje wat we natuurlijk net verstuurd hebben. Waarin we haar dit vragen. Dus op die manier heeft Lisa hopelijk goede motivatie om de comma te gaan oefenen. Nou, een van de andere manieren waarop je die motivatie een beetje hopelijk kunt helpen, is onze Skoola-app. Dan ga ik die eventjes proberen te laten zien aan u. Ja, daar gaan we. Ik ben nu even gewisseld naar de iPad. En hierop zal ik de Skoola-app laten zien. Het mooie is dat... Excuseer, ik moet nog even heen en weer gaan met wat schermen. Het fijne van onze Skoola-app is dat die beschikbaar is op alle telefoons en tablets. Dus heeft u een Android-telefoon of heeft u een iPhone, dan kunt u hem altijd downloaden. Of heeft u een tablet, dan kunt u hem daarop zetten. Nou hoop ik dat de app nu zichtbaar is. Kun jij hem zien, Rianne? Ik kan hem zien, maar volgens mij is hij vastgelopen toen je terugging naar het overzicht van alle accounts die in de app staan. Dat is jammer. Dat zul je altijd zien natuurlijk. Als jij nog een keer gaat proberen, ga ik nog eventjes een polvraag daarin zetten. Even kijken. Hoe speelt jouw kind het liefste Skoola? Is dat op de laptop of de pc? Speelt hij het liefste op de tablet, op de mobiele telefoon? En mocht het nou een beetje een mix zijn van alles, geef dan aan waar hij het meeste op speelt. En het kan natuurlijk ook zijn dat je altijd uit interesse kijkt, maar dat je kind geen Skoola heeft. Even kijken hoor. Ik zie al dat de meesten toch wel zeggen op de laptop of de pc. Zo is Skoola ook begonnen ooit. De app is er later bijgekomen, dus dat is niet gek. Daarnaast spelen ook toch nog wel veel kinderen op de tablet, iets minder op de mobiele telefoon. Kan ook wel zijn omdat basisschoolkinderen nog niet altijd zelf een mobiele telefoon hebben. Maar het wel heel leuk vinden om op die van papa of mama te spelen. Maar het vaakste zien we toch wel de laptop of de pc. En dat is ook wel, zoals ik zei, het eerste Skoola product. We gaan nog een keertje proberen om de app in beeld te krijgen. En ik denk dat het nu wel lukt. Ja, het lijkt ondertussen gelukt te zijn. Ja, daar zijn we weer. Toch? Zie je iets bewegen, Rianne? Het overzicht speelt dus wel in beeld, maar het lijkt niet te bewegen. Dat is jammer. Probeer ik hem nog één keertje even aan en uit te doen. En als die dan niet lukt, dan gaan we het gewoon op een andere manier laten zien. Nee, ik vrees dat vandaag de techniek ons in de steek laat. Helaas. Het is veel mogelijk, maar... Misschien kun je vertellen wat je wilde laten zien, want het is wel een van de nieuwe quizzen in Skoola. Ja, dat klopt inderdaad. In de app is het mogelijk om zowel als ouder en als kind in te loggen. Dat kan met dezelfde gegevens die u gebruikt voor de website. Het zit gewoon standaard bij uw abonnement, dus u hoeft alleen maar de app te downloaden. Als ouder kunt u daarop inloggen en kunt u ook het rapport van uw kind zien, zoals we het net al op de website zagen. Daarnaast kunt u, en dat hebben we onlangs toegevoegd, watergevecht spelen. Dat is een nieuwe spelmode waarbij u als ouder uw kind kunt uitdagen om een potje Skoola te spelen. Als ouder antwoordt u eerst een aantal vragen. En daarna krijgt uw kind een berichtje dat hij of zij ook kan spelen. En dan speelt hij ook een aantal vragen. Dat is allemaal op het eigen niveau van het kind. Dus zit uw kind in groep 3 of in groep 5, dus dat geen probleem. Nou, in dit geval groep 7, groep 8, dus dat zijn dan moeilijkere vragen. En aan het eind wordt de winnaar bekendgemaakt en de winnaar mag waterballonnen gooien naar de verliezer. Dus dat is wel een leuke manier om lerend je ouders te bekogelen met waterballonnen. Ja. Dus hopelijk is dat inderdaad een leuke manier om die motivatie een beetje te krijgen. Ja, zo leer je als ouder ook nog eens wat als je het watergevecht speelt. Klopt. Hey, en we hadden het net over dat doel instellen.
We hebben eigenlijk niet genoemd, wat is dan de beloning als een kind een doel haalt, wanneer het is gelukt om die 15 minuten rekenen te oefenen, naast het schouderklopje van vader of moeder, wat krijgt een kind dan? Nou, daar hebben we verschillende manieren voor bedacht waarop een kind beloond wordt in Skoola. Wanneer een kind het doel speelt en voltooit. Hopelijk krijgen we het nu op het scherm. Ik kijk ook even naar de technische collega of het beeldscherm nog een keer in beeld kan komen. Dat is toch wel even leuk om ook in het echt te laten zien. Even kijken. Wat we eigenlijk in de app wilden laten zien is dat je met je muntjes cadeautjes voor jezelf kan kopen. Een kind kan dus zelf sparen voor een avatar of papieren dieren. Dat zijn printbare cadeautjes of een echt cadeautje, zoals een Intertoys bon. Ik kijk nog even een keertje op mijn scherm. Nee, ik denk dat het niet meer gaat lukken om het beeldscherm terug te halen. Helaas. Dat is jammer. Dat is wel jammer. We kregen namelijk ook nog een vraag. Kan Tom laten zien waar je de CITO-vraagstelling kunt oefenen? Oefenen is misschien niet het goede woord, maar met de CITO-vraagstelling kennis kan maken. Ja. Dat kunnen we nu ook niet laten zien. Maar ik denk wel dat als uw kind inlogt dat het heel erg duidelijk is. Het is namelijk een speciaal vakicoon dat heet CITO. Dat zijn de vragen die jullie hebben aangeleverd. Ja. En dat zijn ook de vragen waarmee je dus kan wennen aan de CITO-vraagstelling. Dus zit je kind in groep 7 of 8 of ook trouwens jonger, want vanaf groep 3 zijn er al CITO-modules in Skoola. Log dan in, druk op het CITO-knopje en dan kan hij of zij alle onderdelen van CITO daarmee ook de vraagstelling oefenen. Misschien wel leuk om daarbij te vermelden dat dat beschikbaar is zowel op de website als op de iPad of op de telefoon. Ja, klopt. Ja. Eigenlijk heel veel wat op de website te krijgen is, is ook op de tablet of de mobiele telefoon te zien. Inmiddels naast alle vakken zijn er ook veel speltypes, maar ook de Skoola Shop zit erin. Dus als een kind met zijn muntjes een cadeautje wil kopen. Wanneer een kind af en toe zat is om met de laptop te spelen, geef hem dan dus de tablet. Dan geeft dat net weer een nieuwe blik op Skoola. Ik krijg hier nog een vraag binnen. Die is ook nog wel even leuk om te beantwoorden. Shakir die vraagt, hallo, ik heb een vraag over de totstandkoming van het schooladvies. Als ik terugkijk in de sheet, dan zie ik dat dit bepaald wordt door 6 onderdelen, waarvan 1/6 voorkomt uit schoolse vaardigheden. Hoe is de verhouding tussen de 6 onderdelen? Is die gelijk of zit daar een zwaarte in? Ja, dat refereert denk ik aan het plaatje wat ik in mijn presentatie heb laten zien. Ik heb willen aangeven dat het vooral gaat om een mix van alle factoren van een kind. Het gaat echt om het complete beeld. Het is niet zo dat ze alle 5 of alle 6 even zwaar wegen of dat het precies 1/6 deel is. Het is echt belangrijk dat de school, de leerkracht uit groep 8, goed kijkt naar het kind en kijkt welk advies past bij dit kind. En daar zullen dus schoolse vaardigheden in een rol spelen. Maar inderdaad, zoals mijn collega net al vertelde, ook andere dingen als huiswerken, houding, motivatie, interesses. En de mix daarin zal ook voor ieder kind anders zijn. En dat is nou juist de expertise die de leerkracht heeft in groep 8 en die daar ook zou moeten liggen. Dus de leerkracht bepaalt eigenlijk waar het zwaartepunt ligt. Ja, precies. Want dat ligt voor ieder kind anders. Okay. En de leerkracht maakt er een uitgebalanceerd advies voor. Ja. En om daarop in te haken, het is vaak niet de leerkracht alleen die het doet. Het is niet alleen de groepsleerkracht. Wat je veel ziet is dat de groepsleerkracht van groep 8 het overlegt met leerkrachten uit groep 7. Dus leerkrachten van voorgaande jaren. Omdat die natuurlijk ook nog steeds heel veel informatie en kennis hebben over je kind. Daarnaast met de intern begeleider van de school en soms zelfs de directie wordt er gekeken naar wie is jouw zoon of dochter. En dus het is niet alleen het advies van één enkel persoon. Maar er zijn heel veel mensen bij betrokken en heel veel informatie bij betrokken om een zo goed weloverwogen advies te geven. Waarvan wordt gedacht, dit is het beste advies voor jouw zoon of dochter. Er wordt ook gekeken naar, is er bijvoorbeeld dyslexie in het spel? Of zoals eerder die vraag die kwam over bijvoorbeeld dyslexie, misschien kinderen die slechthorend zijn. Het zijn allemaal factoren waarbij rekening wordt gehouden. Zijn er dingen gebeurd afgelopen jaar die best wel een indruk hebben gemaakt op je zoon of dochter, waardoor de resultaten net wat lager waren, maar we zijn ervan overtuigd dat ze beter kunnen?
ja, dan nemen we dat ook mee. Dus het is echt een heel compleet pakket. En die verhouding zal ook per leerling steeds weer verschillend zijn. Omdat we moeten echt naar het individu kijken. En je kan daarvoor niet een standaard percentage of verhoudingen hanteren. Want dat is echt voor iedere leerling weer verschillend. Waardoor het komt dat zij naar de HAVO of norm, zij naar het VMBO-T zou kunnen. Het is echt... Het zijn alle factoren bij elkaar. Die worden afgewogen, die worden gemeten, die worden tegen elkaar gezet. Het is alles bij elkaar. Dus het zijn niet echt die zesde delen waar je naar moet kijken. Ja, en ook misschien wel goed om te weten voor ouders. Ik zie ook een vraag binnenkomen van iemand die zegt... mijn kind heeft niet zo'n klik met zijn of haar leerkracht. Dan is het misschien goed om te weten dat het niet altijd alleen de leerkracht is, maar dat er meer mensen zijn die meekijken. En twijfel je erover? Juist kan aangeven dat een kind het wel kan. Ja. En dat de leerkracht het misschien niet altijd ziet. Ja, dat is natuurlijk waar ik mijn verhaal mee begon, hè, waar de CITO-toets ooit voor opgericht is. Dus juist dat tweede gegeven erbij, los van de blik van de leerkracht en van de hele school inderdaad. Ja. Is het heel goed om ook objectief te kijken van wat zijn de mogelijkheden van dit kind. Ja. We lopen een klein beetje tegen het einde van het seminar aan. Ik zie nog hele leuke vragen binnenkomen die ik graag zou willen behandelen. Maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Maakt u zich geen zorgen. Het moderatorenteam gaat gewoon nog bezig met uw vraag te beantwoorden. En heb je nou nog een vraag voor Marleen of voor Willeke specifiek? Dan kun je die ook gewoon via de chat stellen. Of via info@scoola.nl. Dan zorgen wij dat uw vraag alsnog beantwoord wordt. Voor nu... willen wij u hartelijk bedanken voor uw aandacht. We zijn heel erg blij dat we dit seminar hebben kunnen organiseren. En we zullen de rest van januari meer ouderavonden organiseren voor de andere groepen. Dus u zou ons heel erg helpen wanneer u de enquête zou invullen achteraf. Dan kunnen wij het seminar, maar ook Scoola, weer een beetje beter maken. Bedankt namens ook Tom, Marleen en Willeke voor het kijken. En graag...